De Coalition for Chronic Pain presents 4 jaar chronische bilpijn. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent bij mij gekomen eind vorig jaar. Het is nu februari. Ik denk ergens in november. En u kwam bij mij omdat u in 2008 een auto-ongeluk had gehad. En als gevolg daarvan heeft u heel erg veel pijn in de bil en de onderrug gekregen. En met name in de bil. Vertel eens hoe dat gegaan is. Het is ontstaan. Waarschijnlijk door dat auto-ongeluk. Mm-hmm. En toen we terugkwamen in Nederland, heb ik er is van alles en nog wat aan gedaan. Mm-hmm. Ik heb pijnbestrijding gehad, ik heb injecties gehad, fysiotherapie gehad, verschillende dingen. Ze hebben het geprobeerd met van die plakband, noem ik het maar. Mm-hmm. En, maar het bleef. Dat is, uiteindelijk ben ik weer bij u terecht gekomen. Ja, en u bent dus ook bij de pijnbestrijding van de poli geweest, waar anesthesiologen zenuwblokken zetten. Ja. En wat merkt u van zo'n zenuwblok? Ik dacht dat het hielp. Ja. Zeker in het begin. Ja. Dan hebben we het ook eigenlijk wel eventjes op kunnen heffen. Ja. Maar het kwam gewoon weer terug. En toen hebben wij gezegd, oké, waarschijnlijk is de oorzaak toch ook een hele grote bloeding daar in die spiergroep geweest. En dan een littekenweefsel, waardoor je chronisch prikkeling van zenuw krijgt. En om die prikkeling van zenuw tegen te gaan, hebben we PA Pure gegeven. Een lichaams-eigen stof, palmitil-ethylamide. En een lokale crème, amitriptyline en vitamine D3. Dat is zo ons protocol. En vertel eens, wat heeft u gemerkt? Heel langzaam maar zeker ging de pijn weg. Ja, en langzaam maar zeker, hoe lang was dat langzaam maar zeker? Nou, dat is wel 2 maanden, denk ik. Ja, precies. Ja. Wanneer was het voor het eerst dat u merkte dat de pijn wat minder werd? Ik denk na een anderhalve maand. Na anderhalve maand, ja. 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 Dat horen wij vaker, omdat die middelen die wij geven natuurlijk natuurlijk werken en langzaam en gewoon tijd nodig hebben om het lichaam te resetten. Ja. En toen u, voordat u bij ons kwam, hoeveel was de pijn op een schaal van 0 tot 10? En 10 is de meest extreme pijn die je kan voorstellen, dus geen pijn. Ik had het op 6 gezet. Op 6. Ja. En waar zit u nu? Ja, eigenlijk op 0. U zit op 0? Ja. En hoe lang zit u al op 0? Nou, een dikke maand. Heel maand januari. Dit nieuwe jaar sowieso. Ja. Ja. Nou, dat is heel mooi. En we verwachten eigenlijk wel dat het op 0 blijft. Hopelijk wel, ja. Ik ben er ontzaglijk dankbaar voor. Ja. Nou, ik vind het ook altijd heel fijn om te horen. Ja. Nou, we hopen dat dit filmpje weer een boel mensen aan het denken zet. Ja, ja. Hartelijk dank voor je verhaal. Graag gedaan. Vertel eens, u kan ook in uw dagelijks leven duidelijk merken dat die klachten stukken minder geworden zijn. Vertel eens waaraan u dat onder andere kan merken. Ja, ik ga s'avonds naar de Schouwburg of naar de Doelen. Ja. Maar voor mij was het vreselijke stoelen. Ja. En dan nam ik altijd een kussentje mee of een bodywarmer. En dat deed ik achterop tegen mijn rug gaan zetten. Ja. En dan zat ik rechtop. Ja. En op dat moment ging het goed. Ja. En dat is nu niet meer nodig. Is niet meer nodig. U heeft geen kussentje meer nodig om op te zitten. Nee. Als u langer zit, zo zit. Nee.